We zijn hier bij Domus Dela om stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis. Het is 21 december. Sinds maart staat de wereld op zijn kop. In het altijd zo bruisende Eindhoven is het stil geworden. Heel stil. Dit is een moment om aandacht te schenken aan de Eindhovenaren met cruciale beroepen. Ik geef het woord graag aan burgemeester Jortsma. Lieve mensen, tijdens de eerste golf was corona voor velen nog een ver van hun bedshow. Hoe anders is het nu? Misschien bent u zelf besmet of kent u iemand die de ziekte heeft of zelfs daaraan overleden is. Het is een zware en een moeilijke tijd voor ons allemaal. Met veel verdriet, rouw, gemis en voor sommigen de worsteling om weer helemaal de oude te worden. Vandaag herdenken we iedereen die hierdoor getroffen is. Ja, ook financieel. Mensen hebben hun baan verloren. Veel ondernemers hebben het moeilijk. Veel dingen die het leven mooi maken, kunnen nu even niet. Een avondje uit, een bezoek aan het theater, een vakantie. Jongeren missen hun ongedwongen samen zijn met vrienden. Ook familiebijeenkomsten, bruiloften en uitvaarten, ze zijn niet mogelijk zoals we dat gewend waren. De coronacrisis zet ons op afstand van elkaar, terwijl we juist nu graag dicht bij elkaar willen zijn. Niettemin kijk ik graag even met u vooruit. De crisis, nee, die is nog steeds niet voorbij, maar er gloort hoop. Hoop op een beschermend vaccin. Ondertussen gaat de strijd tegen het virus onverminderd door. In ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenposten, uitvaartzorg en ook bij de politie, de brandweer en de ambulances. Met die voortdurende zorg omringen deze mensen de zieken en hun familie eigenlijk met een mantel van liefde. En dat nu past precies bij het verhaal van Sint Maarten, een feest dat elk jaar in deze periode wordt gevierd. Een verhaal over delen, solidariteit en saamhorigheid. Voor wie het verhaal niet kent? Martinus Tours is een soldaat in het Romeinse leger. En op een koude, mistige avond is hij met zijn paard op weg naar de stad. Daar ziet hij bij de stadspoort een oude bedelaar die hem om een gift vraagt. Hij bedenkt zich niet, deelt zijn mantel met zijn zwaard in tweeën en geeft de helft aan de oude, verkleumde man. Deze traditie van delen die past uitstekend bij de landelijke campagne Aandacht voor elkaar. Een periode waarin Nederland aandacht heeft voor elkaars verdriet, teleurstelling, maar ook gemis. Maar ook de mooie dingen die er gebeuren. Een tijd waarin we samen kijken hoe we elkaar hier doorheen kunnen helpen. Misschien werkt er in uw gezin, familie, vriendenkring iemand in de zorg, bij de brandweer, bij de politie, als BOA of als uitvaartverzorger. Met ieder van hen delen we zometeen symbolisch de spreekwoordelijke mantel van Sint Maarten. Daarmee eren we alle mensen die dit jaar al hun energie staken in het helpen of verzorgen van mensen die getroffen zijn door corona. Na die ceremonie worden de lichten van de herdenkbom bij Domus Dela ontstoken. Dit wordt een herdenkingsplek waar we de berichten van hoop, troost en liefde voor elkaar gaan verzamelen. Uw gedachten zijn daarom van harte welkom. Eren, herdenken, inspireren, laten we dat met elkaar doen. En laten we dat blijven doen. Met aandacht voor elkaar. Het is ook voor ons een hele nieuwe periode en dat is voor iedereen, want niemand heeft dit ooit zo meegemaakt. En het is gewoon heel snel schakelen en dat blijft het vak natuurlijk ook leuk. Wat wij tegenkomen is dat gewoon heel veel mensen het niet weten, hè, wat de regels zijn. Het verandert natuurlijk continu en heel snel. Dus dat mensen het even vergeten als ze met te veel bij elkaar zijn of die anderhalve meter niet houden. Ja, en verder, er zijn ook gewoon mensen die het niet fijn vinden, die zich er niet aan houden. Je hebt soms echt hele mensen die echt niet willen luisteren, die echt niks om geven. Ja, en dan gaan we toch over tot andere maatregelen. En dat is niet altijd leuk, maar ja, zoals ik eerder zei, we moeten het met z'n allen oplossen. Ja, en als we dat niet doen, dan blijven we langer in deze periode en ook langer in de lockdown zitten. Als
als het gaat over de eerste periode, van waaruit we natuurlijk draaiboeken hebben gemaakt om te zorgen dat het nu deze periode te bevatten is en te organiseren is. Van daaruit ben je nog steeds aan het bijstellen. Het is namelijk heel onzeker hoe nu de toekomst wordt. In de eerste golf zet je volledig in en je geeft alles, zal ik maar zeggen. Waarbij je in deze golf je realiseert dat deze periode wel eens langer zou kunnen duren. En dan ga je toch afvragen van waar ga ik mijn reserves behouden. De collega's onderling, ik denk dat het over het algemeen de band versterkt. De buddies, zoals die van de afdeling afkomen, de verpleegkundigen die ons ondersteunen, die zijn ook heel welkom. En dat merk je ook, die voelen zich ook meteen thuis. Die worden echt met een warme omhelzing binnengehaald, want je hebt ze hard nodig. En een stuk dankbaarheid dat ik nu krijg met het symbolische stukje van de mantel, dat zou ik eigenlijk willen teruggeven aan het hele ziekenhuis. Je merkt vanuit de gemeenschap dat we heel veel dankbaarheid al hebben gezien. Neem maar het klappen in het voorjaar, zal ik maar zeggen. Dat zijn momenten die je niet vergeet. Maar dit is ook weer zo'n moment dat ik graag zou willen teruggeven aan alle mensen die ook hier werken. Omdat dat ons verder helpt, heb ik ook dat gevoel. Het moment dat je dankbaarheid ervaart van een patiënt, sterkt dat je ook weer om verder te gaan in het goede werk dat je doet. Dat is echt de motivatie om weer verder te gaan, omdat het ook nog lang gaat duren misschien. Coronatijd is voor ons een bijzondere tijd, want daar waar wij voor de corona heel erg gastgericht waren en juist iedere dag weer bezig om de wensen en het mooie afscheid en het warme afscheid te realiseren, moeten wij nu met regelmatig keus maken voor onze eigen veiligheid. Zorg ik goed voor onze mensen, zorg ik goed voor mezelf, zorg ik goed voor onze gasten. En dat brengt iedere dag bepaalde spanningen met zich mee. Een dilemma is inderdaad soms een keuze moeten maken dat een aantal gasten niet bij het afscheid kan zijn. Dat er tijdens het afscheid met rouwbezoeken niet iedereen in dezelfde ruimte kan zijn om samen het verdriet te delen. Dat verdriet voelen wij en die dilemma's komen wij iedere dag weer opnieuw tegen. Waardoor ik echt super trots ben op ons mensen en ons team, is het feit dat nog steeds iedere overledene de aandacht krijgt die diegene verdient. Dus met volle aandacht wordt iemand verzorgd, wordt iemand inderdaad zo inderdaad verzorgd dat de familie echt op een hele prettige manier afscheid kan nemen. Ondanks de aantallen, ondanks de drukte, ondanks ons personeelstekort of de spanning die wij voelen, dat gaat niet ten koste van de nabestaanden. En daar ben ik echt super trots op. Onze collega's worden gebeld en vervolgens gaan onze collega's van het vervoer naar de mensen thuis. Die voelen de machteloosheid, die voelen de onwetendheid, die voelen ook de angst van hoe ga ik nu afscheid van mijn dierbaren kunnen nemen. En het mooie in heel het proces waarin wij stap voor stap uitleggen en vooral kijken naar wat er wel kan, zie je toch dat er dan een bepaald vertrouwen ontstaat. Vertrouwen waarop ook mijn nabestaanden of ook mijn naaste en dierbaren gaat het afscheid krijgen waar diegene gewoon echt verdient. De dankbaarheid die wij dan krijgen of die de mensen uitstralen, daar doen wij het voor. Dus een dag later dat wij te krap staan met ons team of dat er een collega weer inderdaad gevraagd wordt om toch nog een paar uur extra te draaien, die zijn er dan weer gewoon, want wij weten waar we het voor doen. Iedere dag weer opnieuw. We zijn weer terug bij Domus Dela. U hebt net kunnen zien dat Sint Maarten namens u allemaal verschillende mensen heeft bedankt, in het zonnetje heeft gezet. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer mensen in cruciale beroepen. Mensen in het OV, in de schoonmaak, in de detailhandel en ga zo maar door. Deze boom kan hopelijk voor u een lichtpuntje zijn in deze donkere dagen. Maar dit is een tijdelijke boom. Op 21 juni wordt hier bij Domus Dela een permanente herinneringsboom onthuld
met boodschappen en berichten van u. Dat kunnen boodschappen zijn van medeleven, hoop, liefde, een waardevolle herinnering. Het is helemaal aan u. Stuur dus vanaf nu uw boodschap of bericht naar aandachtvoorelkaar@eindhoven.nl. Dan kijken we op 21 juni, de langste dag van het jaar, met uw bericht in de boom terug op deze ingrijpende periode. Die hopelijk dan voor het grootste deel achter ons ligt. Op die manier verspreiden we samen troost, hoop en licht. En dan denk ik aan Brabant, van Brabant.